Hallo, welkom op mijn pagina. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maandreading doen voor het sterrenbeeld Weegschaal. Herken jij je aan nou in, dan is het helemaal prima. Herken jij je aan nou niet in, dan is het ook geen probleem. Vandaar dat het ook de open maandreading is. De maandreading loopt van 8 juni tot ongeveer 8 juli. En daarna komen weer nieuwe readingen voor de volgende maand online te staan. We gaan eens kijken voor jouw weegschaal. Waar sta jij nu in jouw ontwikkelingen in deze tijd? Hoe gaat het met jou? Voel jij je goed of juist helemaal niet? Voel jij je in beland of juist onrustig? Hoe sta je met werk, relatie, liefde? Wat dan ook. We gaan voor je kijken. Je plek, je thuis, bepaalde dingen vind je erg belangrijk om je balans te houden. Om de weegschaal van jezelf en je gevoel en je denken in balans te houden. Soms wat onrustig in de avonduren of in de nacht. Belangrijk is om veel te doen met meditatie voor jezelf. Dat kan je weer nieuwe inzichten brengen. Financieel probeer je ook in een bepaalde vorm meer je balans vast te houden. Probeer je een beetje erop te letten op je inkomsten, op je uitgaven. Ben je zaken anders aan het bekijken voor jezelf? Bepaalde mensen die negatief zijn, voel je toch je steeds onrustiger over. Je gaat die toch proberen meer los te laten, daar ook je eigen grenzen aan te geven. Je bent normaal vrij zorgzaam en ondernemend wordt aangegeven, maar dat hoef je even niet meer te doen. Je mag toch de keuzes gaan maken. Hij valt zo en hij moet hem zo gedraaid worden dat je je keuzes gaat durven te maken. Geen derde partijen of invloeden vanuit de verkeerde kant binnen laten komen. Ga meer, nogmaals wat ik al zei, ga meer met je meditatie doen, want je intuïtie moet weer even terug weer wat meer gaan spreken voor jezelf. Je hebt de magier. Aan de hoge priesteraars heb je op je kop liggen, op zijn kop liggen. En belangrijk is dat je dus dat even gaat draaien. Want dan ga je misschien ook zien meer of ervaren van dat als je wordt aangevallen of je wordt gekwetst, dan krijg je weer meer het overzicht voor jezelf terug. Er vliegen veel kaarten uit bij jou. Dus ze wil zeggen hoe jouw gedachten zijn, hoe jouw invloeden zijn, hoe jouw handelingen zijn voor het moment. Je wilt je plek, je thuis, je omgeving, je gezin, je familie, wil je wel heel erg beschermen in deze tijd. Maar ik moet daarbij zeggen van, leer ze ook de les dat ze zelf hun eigen dingen ook meer moeten gaan doen. Ga niet te ver. En financieel wil je een verandering, wat ik al zei, wil je een verandering gaan maken. Het lijkt wel alsof je voor iets bent aan het sparen of iets anders bent aan het ondernemen ook daarin. Je bent natuurlijk een luchtteken en daarmee wordt ook aangegeven van kijk eens even goed of voel eens even goed wat er allemaal om jou heen gebeurt. Komt dit te dichtbij in jouw gevoel, want deze vrouw houdt de handen voor haar hart. Ze schermt zichzelf af. Komt het te dichtbij in jouw gevoel, dan moet jij zeggen van tot hier en niet verder. Ga dan, wat ik al zei, je grenzen meer aangeven. Dus denken, voelen, goed in balans houden. Want dan komt uiteindelijk jouw vorm van succes. En het maakt even niet uit met wat, maar dan komt jouw succes wel in de algemene vorm weer meer naar voren. En haal je ook jouw stukken eruit met wat je nodig hebt. Gooi de ballast wat je hebt opgebouwd in het verleden, gooi die maar van je rug af. Dat heb je niet meer nodig. Je mag je vrij gaan voelen, je mag je innerlijke kind meer gaan laten spreken. Ook zorgzaam voor familie, gezin en kinderen, wat ik al zei.
Dan gaan ze op een andere manier ook de les zelf leren en jezelf dus niet meer laten aanvallen. Dat is klaar, dat is voorbij. Mag je achter je laten, mag je loslaten. Wat ik al zei, tot hier en niet verder, je grenzen aangeven. Dat zit voor het moment heel erg in je energieweegschaal, moet ik zeggen. En doordat je dat doet, gaat jouw energie weer op de juiste manier stromen. Ga je weer meer op een andere manier je inzichten krijgen. Ga jij je rijkdom kunnen creëren in wat voor vorm dan ook wat je graag wilt. Er gaat er een einde komen aan soms het eenzaam voelen, het alleen zijn. Ga je nieuwe verbindingen maken, ga je nogmaals een nieuwe rijkdom voor jezelf opbouwen. En dan ga je totaal in alles je gevoel in balans krijgen. Je voelen en je denken in balans krijgen. En dan word je dan ook eigenlijk de koningin van, om het zo maar even te zeggen. Niet dus wat ik al zei met alles in strijd gaan. Dit niet gaan doen. Dat je denkt van ik moet me hier overal maar in gaan verzetten. Dat moet je niet doen. Want je moet in je rust blijven. In je eigen innerlijke vorm van kracht aan vasthouden. En je zekerheden. En jezelf meer gaan bewaren voor de komende tijd. Weegschaal. Dat is erg belangrijk. En wij je ander werk, wij een andere investering maken, wij je iets anders gaan doen, gaat hem durven te ondernemen. Want het is wel in die zin de tijd ervoor, voor jou moet ik zeggen. Dan gaan we kijken voor de weegschaal die single is. Wat gaat er bij jou gebeuren met betrekking tot de liefde? Ben je terug naar een oude relatie? Of juist helemaal niet? Ben je een nieuw begin maken? Is er al iemand om jou heen waar je een gevoel voor hebt? We gaan het zien. Weegschaal die single is. En laat je dus niet beïnvloeden door anderen, wordt aangegeven. Weegschaal die single is. Je wilt heel duidelijk met de nieuwe relatie, weet je dat het jou wat komt brengen. Weet je dat het zorgzaam is voor je kinderen, je familie, je gezin, wat dan ook. Gaat het je raken, sluit jij je af, trek jij je terug met betrekking tot een nieuwe relatie als je gaat binnenkomen. Want je hebt genoeg gehad, je hebt genoeg ervaringen opgebouwd in het verleden en je wilt het gelijkwaardig hebben. Zomermaand, de juiste periode, de juiste tijd dat de liefde gaat willen binnenkomen in jouw leven. Daarnaast ga je ook andere keuzes maken, ga je ook andere dingen doen, ga je ook je stappen zetten. En ga je je ook in deze niet meer laten aanvallen. Je geeft heel duidelijk aan van dat wil ik wel en dat wil ik niet voor mezelf. En het moet dan ook iemand zijn die totaal gaat om jouw gevoel te overwinnen. Of daar ook sterk op binnen wilt komen in jouw hele zijn, in jouw hele hebben en houden. Daar geef je heel duidelijk je grenzen in aan. Het gaat dat je raken, trek jij je terug en zeg je tot hier en niet verder. En omdat deze eruit valt, kan het op dit moment ieder sterrenbeeld zijn wat binnen wilt gaan komen in jouw leven, moet ik jou zeggen. Maar je zit er niet meer, moet ik jou zeggen, je zit er niet meer ver vanaf om de liefde binnen te krijgen in jouw leven. Oké, mooi. Dan gaan we kijken naar de weegschaal die in een relatie is. Hoe sta je erin? Ben je gelukkig met je partner of juist helemaal niet? Hebben jullie de neuzen dezelfde kant op of juist helemaal niet? Wat gaat er gebeuren? Relatie. Weegschaal in relatie. Wat er uitvalt als eerste is dat je wel zoiets hebt van... Het moet jou wat brengen, het moet jou wat opleveren. Zo sta je erin in de relatie.
Omdat je ook zelf op jouw manier toch ook investeert, wij het ook meer terug gaan zien. Het lijkt erop dat je wat grenzen bent aan het geven daarin. Dat je bent aan het zeggen van, maar dat wil ik graag voor mezelf. Dus dat mag dan ook gaan gebeuren. En het lijkt erop dat je de ander even wat extra hard voor jou laat werken. Dat hij of zij wat meer naar jou toe mag gaan ondernemen. Waarschijnlijk heb je veel gegeven. En wat wordt aangegeven is dat je zelf in het stuk bezig bent in de relatie om je eigen emoties, je eigen gevoelens meer op te ruimen. Maar daar ben je wel op een goede manier mee bezig. En daarbij moet ik zeggen, werk met de maansenergie. Doe maanmeditaties. Dat kan helpen. Daarbij heb je dus je verwachting, je verlangen. Werkt het mee, is het goed. Werkt het niet mee, stap je in je bootje, kies jij je eigen richting en ben je weer weg. En dan ga je weer ervoor kiezen om alleen te gaan staan. Dus je bent heel duidelijk geweest gehaald voor dit moment in meerdere stukken in je leven, grensbepalend bezig. Je hebt zoiets van, dit wil ik, dat heb ik gedaan, daar moet ik het resultaat uit hebben. Je staat met een andere energie in. Duidelijke taal voor jou, moet ik zeggen. Uiteindelijk heb je dus ook steeds meer van jouw energie, jouw eigen weegschaal, goed in balans. En daar gaat het nu om dat je dat moet vasthouden. En je hebt je droomwens nog, maar je moet ook zeker blijven kijken en zeker blijven voelen van wat je al hebt. Maar dit gaat wel binnen willen komen in jouw energie. Heel erg mooi om te zien. Weegschaal, stel dan een duidelijke vraag voor jezelf. Daarop pak dan een inzichtkaart en dat is je antwoord. Dus stel je vraag. Het was heel erg snel. Oké. Jouw antwoord is: ik ben bereid mijn eis los te laten dat de ander mij moet geven wat ik mijzelf nog niet geef. Waar ik het al de hele tijd over had, komt hierin naar voren. Mooi om te zien, een hele duidelijke reading op jouw weegschaal voor de komende maand. Ik zou zeggen, ga ze door en zet hem op. Bedankt voor het kijken. Deel, like even de video voor mij en laat even een reactie eronder achter wat je ervan vond. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Hi hi.